Ik heb best wel leuk nieuws wat ik met jullie wil delen. Want volgende week komt mijn vriendin Nick in. Nee, wat deed hij aan? Mama's pizza. Op mama's tas pizza. Hoi. Oh. Oké. Ze hebben de verkeerde bestelling gebracht. Ain't no looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me. Goedemiddag. Nou, ik heb eigenlijk heel de ochtend niet gefilmd. Ik heb alleen de kindjes naar school gebracht. En toen ben ik heel eventjes met een meisje, waarvan haar vriend ook bij het voetbal speelt, een koffietje gaan drinken. En dat was super gezellig. En verder heb ik eigenlijk een beetje het huis opgeruimd. Kleine dingetjes gedaan, wasjes. Alle stomme dingetjes die niet leuk zijn, heb ik gedaan. Zodat ik die straks niet meer hoef te doen. Het is nu ook donderdag, dus dat betekent dat de kindjes een weekend hebben als ik ze zo heb opgehaald. En ik ga nu snel naar Anthony rijden, want die is bij het voetbal. Die was alleen al eventjes snel in de sportschool. En dan gaan we samen de kindjes ophalen. Dus daar heb ik echt zin in, want ik weet hoe leuk ze het vinden als Anthony, of nou ja, als ze überhaupt iemand ze komt ophalen, maar als Anthony dan ook nog bij is, dan zullen ze wel heel blij zijn. Dus ja, dat ga ik nou eigenlijk eventjes dan doen. Verder had de juffrouw gezegd dat de kindjes alvast handschoenen nodig hebben, een muts. En ze hebben hier zeg maar in de winter zo'n overal aan. Die ja, zo'n winter overal zeg maar, die tegen water kan en van alles. Dus die gaan we nu ook heel eventjes meteen kopen. Die vrouwen. Laat eens je mooie schoenen zien, Lepeen. Die vrouwen. Ja, die is voor vrouwen. Hoe komt ze hier aan, schat? Dat weet ik niet, heeft ze gepakt. Ja, en zusje hebben allebei dezelfde winterlaarsjes. Nou, we hebben deze voor Levin. En wat staat er op Levin? Dinora. Dinora? Ja. Of de leeuw? De leeuw staat erop, hè? Ja, die past met deze met Paw Patrols. Paw Patrols? Ja, die past in mijn Paw Patrols. Ja, die past net zo goed als jouw Paw Patrols. Ja. Ben je er blij mee? Blij mee. Mooi, hè? Fatty is ook blij mee. Ja, Fatty is ook blij mee, want Fatty heeft mooi roze. Ja, blauw. Jij hebt blauw, ja, goed zo. En Leetje heeft deze. Lasagne zit in de oven. De oven. Is warm, hè? De oven warm. Ben je blazen? Goedemorgen, jongens. Nou, ik heb de kindjes vanmorgen naar school gebracht. En ik ben nu onderweg naar de auto. Even zo. Ja, ik heb dus de kindjes. Oh, jullie zien mij niet. Zo. Ik heb de kindjes dus naar school gebracht. En het is koud hier al. Niet normaal. Ik ben nu onderweg naar de sportschool. Maar Anthony is de headset vergeten op voetbal. Dus ik heb gewoon serieus alleen oortjes. En dat zijn ook nog met van die touwtjes. En dat is echt gewoon vreselijk om daarmee te sporten. Dat verpest echt serieus de helft van mijn training al. Maar goed, ik ga gewoon. En ik zat ook nog te denken om dan maar niet te gaan. Maar ik ga wel. Ik ben helemaal klaargemaakt. Of in ieder geval, ik ben gedoucht. En ik heb een joggingspakje aangetrokken. Dus niks speciaals. De Veen en Leertje van school ophalen. Want het is bijna 2 uur. Ik moet nog even snel een pakketje op de afleveren bij de winkel. En die moet naar Nederland verstuurd worden. En verder dacht ik, ik ga eigenlijk helemaal niet meer zoveel doen vandaag. Want de kindjes zijn altijd moe op de eerste dag van school. Anthony heeft straks een voetbalwedstrijd, dus die pakt ook lekker de auto mee. Dus we gaan vanavond even voetbal kijken en allemaal op tijd naar bed, denk ik. Wat eet jij? Eten. Is lekker eten, hè? Mandarijn. Oeps. Boom. Boom.
Ben je ook al lekker in bad geweest? Hè, was je in bad? Ja. Ja, hè? Kijk uit. Zullen we tv kijken? Ja. Kom dan. Gaan we daar tv kijken? Ja. Wat doe je nou? Zo lekker onverschillig. Lee, kom. Kom mee. Kom mee. mandarijn. Zeg eens appel. Appel. Mandarijn. La. Oh, zo lief. Goed. Goedemiddag. Nou, ik heb mezelf net een beetje opgemaakt sinds best lange tijd dat ik me zo heb opgemaakt. Maar ik heb best wel leuk nieuws wat ik met jullie wil delen. Want volgende week komt mijn vriendin Negin uit Nederland bij ons logeren voor 3 nachtjes. Dus daar heb ik echt ongelooflijk veel zin in. En Anthony is op dat moment dan naar Nederland. Want hij heeft ook super lang zijn familie niet meer gezien. Daar dus dan gaat hij terug. Voor ook 3 nachtjes. Dus dat is dan precies in die dagen. En ja. Anthony heeft dan ook een lang weekend vrij. Dus dan komt dat best wel goed uit om terug te gaan voor hem. En ja, ik vind het hartstikke leuk dat mijn vriendin komt. We zijn op dit moment, de kinderen en ik, weer verkouden. En echt super vervelend. En ze hebben ook hoofdluis op schooltje, wat ook echt heel vervelend is. Want ik kan nog herinneren dat ik vroeger heel vaak hoofdluis had. En dat jeukt zo vreselijk. En het is gewoon smerig. En ja, het is gewoon echt vies. Dus ik heb nu zo'n spray gekocht die ik bij hun in hun haren doe. Zodat het in ieder geval een beetje, ja, zodat het misschien een beetje meer weg blijft of zo. En ik zorg sowieso dat hun haren naar schooltje vies zijn. Of in ieder geval vettig. Havenpannenkoekjes gemaakt voor de kindjes. Lekker, Lie. Lie is gisteren op de neus gevallen. Die heeft echt een flinke rode vlek op de neus. Echt heel zielig, kijk. Echt sleu. Maar goed, vandaag is een hele leuke dag. Want, wat gaan we doen? We gaan naar de dierentuin. Ja! Dadelijk. Ja, dadelijk. Fatty moet eerst slaapje doen, hè? En dan ga jij met mama even boodschapjes doen. En dan komen we terug. En dan gaan we naar alle dieren. Oké, we zijn klaar om te gaan. Als jullie zien hoe dit huis eruit ziet. Dat is niet normaal. Hier is Lee haar drinkfles. Die moet mee. Ik laat een stukje zien. Dat is hoe het eruit ziet. Lee, laat je trui aan. Kom. Waar gaan we naartoe? Oh, sussie op de neus gevallen. Vertel, waar gaan we naartoe? Naar de... Ach, schatje. Die tijd ook Bing ook doen. Ja, Bing ook mee, hè? Bing goed vasthouden, hè? Want anders gaat hij op... Avontuur. Goed vasthouden. Ja. Hey Lie, heb je er zin in? Anthony rechts. Zie je ze ook, Lie? Hey Leven, kijk eens helemaal boven jou. Die vogel. Daar. Ah. Papa, ga kijken. Kijk Leveen, die schildpad daar. Zie je hem?
Dat is die een beetje ziek? Nee. Kijk, die grote staart. De grote taart. Die vindt ze leuk. Hij is boos. Hij is boos. Papa, niet pakken, hè? Ah, wil jij niet pakken? Dat mag weer. Jij ook, Levee? Waarom niet? Kijk. Levee is net als mama. Moet hij tellen, Levee? Kom eens vertellen. Dus, wij waren natuurlijk net in de dierentuin en vertel even, wat deed die aap? Mama pizza. Op mama's tas pizza? Ja. Oh nee! Nee. En ging jij mama helpen? Helpen. Nee? Nee. Jij ging mama niet helpen? Nee. Nee. Die weg! Ja, maar dat deed je niet. Dat deed ik niet. Nee, je bleef in een hoekje staan. Ik deed in mijn voeten staan. Ging je op jouw voeten staan? Dat was een gekke aap. Die ging gewoon op de buggy springen. Ja. En zo op mama's tas plassen. Dat was. Gadverdamme. Damme. Ja. Stinky. Stinky. Ja. Ik gewoon helemaal die buggy niet meer te pakken. Want ja, ik was een beetje bang als ze misschien op mij zouden springen of zo. Anthony bleef daarboven in staan met de kinderen. Dus die hielpen ook niet. En iedereen ging filmen en uiteindelijk sprongen ze weg. Dus ik heb meteen mijn buggy en mijn tas maar even gedesinfecteerd, want het stonk echt mega erg. Het is de volgende dag en Nekin is dus nu bij ons. Ze zit in de auto te wachten. Gisteren heb ik echt helemaal niet meer gefilmd. Ja hoor, zit de lift weer vast. Gisteren heb ik echt helemaal niet meer gefilmd, want wij hebben gewoon heel de middag zoveel bijgekletst van alle maanden dat we elkaar niet hadden gezien. En we zijn s'avonds uit eten geweest met z'n tweeën, wat gewoon super leuk was. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon niet heel de tijd zitten filmen. Dus ze is er nou nog 3 dagen. Dus ik ga nu gewoon elke dag leuke dingen filmen die we gaan doen. We gaan nu lekker bij mijn favoriete lunchtent eten. En daarna de kindjes alweer ophalen. Anthony is nu ook vanmorgen vertrokken naar Nederland. Dus die is net aangekomen. Oh, hij is los. Dus die is nu... Oeps. Die is dus nu in Nederland. En ja, dus wij hebben echt 3 dagjes hier. En dan gaat Negan naar huis. En dan komt Anthony een dag later ook weer terug. Dus ik ben eigenlijk maar een halve dag een beetje alleen. Want kijk, ze zit in de auto. Joe. Waarom? Maar ik heb geen internet opeens. Ja, dat doe ik wel even regelen. Joe. Nee. Goed, we zijn nu bij ons favoriete tentje met Negan. Hi. En we hebben besteld. We hebben koffie besteld, flat white. We hebben een carrot cake, mijn favoriet. En voor de eerste keer een chocoladebal. En dat is dus echt iets Zweeds. Ik heb het ook nooit eerder op. Dus. En de cheesecake. En dan komt dadelijk de sandwich. Er nog aan. We zijn ondertussen al even thuis, maar nu gaan we naar de stad wandelen. Ik heb 2 buggies, dus ik neem eentje mee voor Lee en één voor de Vee. En dan kan Nek die ook mee helpen duwen. We gaan even een rondje door de stad wandelen en dan dadelijk komen we thuis, gaan we even eten maken. En dan vanavond gaan we gewoon lekker een chill avondje houden. We gaan naar het Vala Centrum vandaag. Vanmorgen was een beetje een hectische ochtend omdat de kindjes nogal moe zijn van de hele week naar schooltje gaan. Dus ja, we hebben niet echt mega veel gedaan, alleen nog naar de speeltuin. Maar nu gaan we dus met z'n vieren naar het Vala Centrum. We hebben een lekkere ijskoffie erbij. Kijk, moet je niet deze eten? Lekker groente. Kijk, pak die eet op. Sterke spierbal. Oké, okay, welke gaan we nu eten? Die. Die? Wow, die is groot. Oh, goed zo. En wat krijg je dan? Spierballen. Trotty? Oef. Sterke spierbal. Lie ook sterke spierballen. Waar zijn je spierballen, Lie? Welke gaan we nu eten? Lie, waar zijn je spierballen? Daar. Waar zijn je spierballen? Pak maar. Daar. Pak maar.
Oké, nou, we zijn al een lange tijd thuis. Ik heb niet echt meer gefilmd. Even kijken. Ik heb nog daar drinken staan. Maar we hebben sushi besteld. Of het lijkt veel, omdat het zo'n doosje is, of het is gewoon echt heel veel. Oeh. Ja, ik ga alles even neerzetten en dan laat ik even zien wat we hebben. En we gaan lekker filmavondje houden. Huh? Ja. We gaan lekker filmavondje houden. En we gaan lekker maskertjes opdoen, want ik heb echt... Ja, mijn huid is een beetje van die make-up de afgelopen dagen. Ze hebben de verkeerde bestelling gebracht. Dit klopt echt niet. Jezus, jongen. Nee, we hebben de verkeerde bestelling. Maar hij is duurder dan die andere. Maar wat gaan we doen? Ja, er zitten hele andere dingen in. Deze kost 65 euro en ik heb 40 betaald. Nou, we hebben volgens mij 2 keer keibel sojabonen. We hebben deze 2 keer. Wat is hier nou echt eigenlijk? Is dit de orgasma? I don't know. Ik denk het wel. Nee, wacht. Dit is de dunder rakan. Dan hebben we deze. Die ziet er op zich ook allemaal nog goed uit. Kom jij weer aan met je groenten? Oh mijn god. Ga lief zijn voor mama. Even. Wat een goed idee. Ja, wat is dat hier, hè? Toch? Dat kost toch een duur. Oké. Nu echt even een goede kusje. Een dikke kus. Doei doei. Nee, oké. Dan is het zielig.